Wederom een hele goede morgen. Ja, het blijft voor mij gewoon, als ik dit opneem, nog steeds donderdag 7 januari. Maar als het goed is, hebben jullie intussen het weekend achter de rug. En is het al maandag 11 januari. En dat is de les waar we ons vandaag mee bezig gaan houden. Even kijken, waar is mijn boek ook alweer? Op bladzijde 56, les 3. En ook dat is een best een ingewikkelde les. Ook met werkboekopdrachten erbij. En daarom ga ik van deze les twee filmpjes maken. Eerst een filmpje over som 1 en 2. En daarna maak ik ook nog een apart filmpje voor het werkboek. Omdat ik denk dat voor sommigen dat ook best heel handig kan zijn. Nou, ik ga proberen het allemaal duidelijk uit te leggen. En kijk gewoon heel goed mee dat je het hopelijk allemaal goed leert. Begin toe bij som 1. En daar staat boven het eerste rijtje, maak er 2 meter van. En straks bij som B maak je er 3,5 meter van. En bij som C gaan ze in liters, maak je er 2 liter van. Nou, je ziet al een aantal dingen staan. En op de puntjes, daar moet je dus uitrekenen wat er nog bij moet. Want het moet bij elkaar dus 2 meter worden. Nou, wat nou natuurlijk lastig is bij deze som, je ziet de dingen die genoemd staan, staan in verschillende maten genoemd. Meters, decimeters, centimeters. Nou, nu heb jij bij deze som heb jij vrijheid wat je ervan maakt. Als je zegt, nou, ik reken alles om naar meters, nou, dat is prima. Als je zegt, ik maak er decimeters van, centimeters van. Die keuze is goed als je maar bij je antwoord goed erachter schrijft wat je erbij hebt genomen. Nou, bij het eerste sommetje. Ik denk dat veel kinderen het makkelijk vinden om er centimeters van te maken. En daarom maak ik dus de keuze bij het eerste sommetje om er centimeters van te maken. Maar per sommetje kijk ik en vraag ik me af, wat zijn nou hier het makkelijkste lezen? Oké, 2 meter, hopelijk weten we dat. Daar ga ik het dan uit. Dat is natuurlijk hetzelfde als 200 centimeter. Daar moeten we naartoe. Nou, nu staat hier genoemd 1 meter. Nou, we weten allemaal dat 1 meter is natuurlijk 100 centimeter. 3 decimeter. Een decimeter is 10 centimeter. Dus 3 decimeter, 30 centimeter. En 5 centimeter staat in centimeter. Dus hier staat in totaal 135 centimeter. En de vraag is nu, wat moet er bij die 135 centimeter nu nog bij om 200 centimeter te krijgen? Dan zou je kunnen doen 200 min 135, dat zou kunnen. Maar je zou ook kunnen zeggen, oh, even wachten hoor, 135 centimeter, 5 centimeter erbij is 140, nog 10 centimeter erbij is 150, nou, dan natuurlijk nog 50 centimeter. Dus in totaal moet er 65 bij, maar je moet natuurlijk wel echt erachter schrijven, 65 centimeter. Stel je nou voor dat iemand heeft gezegd, oh, ik heb hier gewoon meters van gemaakt. Dus 1 meter, 0,3 meter. En ik schrijf hier op 0,65 meter. Ja, dat is natuurlijk prima. En stel je voor dat iemand er decimeters van heeft gemaakt. En gezegd, nou, dan kom ik op 6,5 decimeter. Nou, dat is natuurlijk ook prima. He, als je maar de maat die het betreft erachter schrijft. En per sommetje is het, blijft het dus steeds zoeken van, nou, wat is nou handig? En soms zijn er gewoon ja, dingen dat je echt zegt, maakt eigenlijk niet echt uit. Oké, ik denk dat het slim is dat ik nog een sommetje voordoe. Laat ik maar gewoon de tweede nemen. Daar staat al 90 decimeter. En dat naar centimeters omrekenen, dat valt me eigenlijk wel. Dus 19 decimeter, 1 decimeter, 10 centimeter. Dus 19 decimeter is maar liefst 190 centimeter. Oh, dat is al heel erg. En dan nog 9 centimeter erbij, dan zitten we al op 199 centimeter. Dus dat zou nog 1 centimeter zijn naar de 200. Maar er is ook al 3 millimeter bij. Dus ik heb hier al, ik schrijf het eventjes hier op, 199 centimeter heb ik al. En ik heb ook al 3 millimeter. Nou, zoals je hopelijk weet, zit er in 1 centimeter 10 millimeter. Als ik dus al 3 mm heb, moet er dus nog 7 mm bij. En 7 mm is hier het goede antwoord. Maar natuurlijk geldt, als iemand heeft opgeschreven 0,7 cm, is dat natuurlijk ook prima. Andere maten kunnen ook, maar zij denk ik niet echt voor de hand ligt.
Nou, dat is wat betreft som 1. Dan ga ik even naar het laatste rijtje. Daar gaat het over liters. En ik weet gewoon dat er altijd kinderen zijn die dat dan toch eigenlijk wel lastiger vinden. Hoewel het op zichzelf op hetzelfde neerkomt. Dus som B sla ik even over. Komt op hetzelfde neer. Hè? Je moet alleen naar 3,5 meter. Dus 350 centimeter zou ik daar dan van maken. En op dezelfde manier werkt dat. Oké. Dan krijgen we som C. Dan maken we er 2 liter van. Nou, heb ik jullie wel eens eerder geleerd. Liter gaat natuurlijk... Kijk, het blauwe kannetje, dat staat er nog. Dat gaat natuurlijk over vloeistof en over inhoud. Maar je kunt die liters, als je het lastig vindt, kun je wel heel erg vergelijken hoe het werkt gewoon met centimeters. Het is natuurlijk wat anders, maar de opbouw die is natuurlijk wel vergelijkbaar. Net zoals jij een meter hebt en na een meter komt er een decimeter en dan een centimeter en dan een millimeter. Zo kan je bij liters zeggen, je hebt een liter, een deciliter, een centiliter en een milliliter. Het werkt vergelijkbaar. Dus als je er 2 liter van moet maken, is er, dat vind ik heel erg lastig. Nou, dan zou je kunnen zeggen, wacht eens eventjes, 2 liter mag ik dus vergelijken, zeg maar, met 2 meter. Van 2 meter kan ik ook 200 centimeter maken. Dus kan je ook zeggen, kan ik van 2 liter, kan ik dus 200 centiliter maken. Misschien helpt dat je, als je dat zo doet. Nou, dan ga ik je hetzelfde niet doen. 1 liter is natuurlijk hetzelfde als 100 centiliter. Net zoals 1 meter hetzelfde is als 100 centimeter. Hier staat 3 centiliter. 3 centiliter zou je kunnen vergelijken met 3 centimeter. Wat moet er dan nog bij om 200 te krijgen? Dit is bij elkaar natuurlijk 103 centiliter. Dan moet er dus nog 97 centiliter moet erbij om bij de 200 centiliter te komen. Nou, op deze manier kun je het dus aanpakken en probeer je de goede maten proberen bij elkaar te zoeken. Ja, ik kan natuurlijk niet alles sommen voor, dus het gaat echt lang duren, maar hopelijk is dit voldoende om eruit te komen. En kijk ook even serieus, want het is best even puzzelen. Ja, het zijn niet de makkelijkste lessen allemaal. Maar goed, dan kijk je het filmpje, in ieder geval niet voor niks. Mooi! Dan ga ik naar som 2 en dat is ook een rit, maar ook wel echt erg belangrijk. We gaan eerst naar de doelstelling. Je vergelijkt en berekent, met een T'en, dus persoonsvorm, even tussendoor, sorry, de inhoud en de oppervlakte van zwembaden en ook nog eens een keer op schaal. Dus er staan best een aantal stappen tegelijk die we gaan zetten. Oké. Okay. Ik ga voordoen en er wordt hier bij vraag A gevraagd, in welk bad kan het meeste water, denk je? Nou, dat is een schatting. Dus als je dat niet vergelijkt, en natuurlijk wel nemen een 0,5 meter diep en 1 meter diep, nou, moet je vergelijken. Ja, er is trouwens een Romeins zwembad. Tja, zwembroeken die kennen ze toen nog niet zo. Het ziet er een beetje bloot uit hier. Nou, ik kan even een zwembroek erbij tekenen zo misschien. Dat is netjes, hè? Maar goed, de vrouwen en de mannen die zwommen vroeger gescheiden, dat had dat mee te maken. Zo ging het bij die Romeinen. Wees maar blij dat je nu leeft. Oké, wij gaan eerst de afmetingen van beide zwembaden gaan we berekenen. Dus gewoon hoe lang en hoe breed is dat zwembad. Nou, dan heb je nodig je liniaal. En dan ga je met je liniaal ga je eerst meten hoe lang... Hoeveel centimeter zijn deze lengtes? Nou, als je dat dus gaat doen, als ik het eerste zwembad neem, dan kom je erachter, meet maar gewoon gelijk eventjes mee, en dan zie je het gelijk, dan kom je erachter, dit is dus 6 centimeter. En als je deze kant meet, dan zie je, die is ook 6 centimeter. Als je hier de onderkant meet, dan is die, meet maar na, goed. 3. En als je deze meet, dan is die 2. En als je deze meet, dan is die 4. Dat kan je niet zo goed zien, maar dat begrijp je. Oké. Nou, dan zou je zeggen, dat is makkelijk, hè? Dan kunnen we de oppervlakte uitrekenen. Nee, zo makkelijk gaat het niet, want het is op schaal. En dan staat hier,
De schaal is 1 op 500. En we hebben toen we nog in de klas waren, eindeloos best wel toch herhaald. Wat betekent nou die schaal? Nou, ik heb jullie verteld, schaal werkt altijd in centimeters. Dus als hier staat 1 op 500, dan betekent dat 1 centimeter op het plaatje is 500 centimeter in het echt. Oké, dat is wel. Nou zie je, nou heeft dit zwembad heeft natuurlijk een kniek. Dat is natuurlijk een beetje onhandig. En wat nou makkelijk is, is als we er eerst twee rechthoeken van gaan maken. Nou, je zou hier een streep kunnen zetten, je zou zo een streep kunnen zetten. Dat maakt niets uit. Nou, ik maak gewoon een keuze en ik doe het zo. En ik zet hier even zo een streep. En nu ga ik deze rechthoek, die ga ik berekenen. En ik ga deze berekenen. En als ik dat gedaan heb, tel ik ze bij elkaar. En dan weet je wat de afmetingen zijn. Oké. Okay. Deze kant is dus 6 centimeter lang. En de schaal is 1 op 500. Dus 1 centimeter is 500 centimeter. En van die 500 centimeter maken we dan natuurlijk 5 meter. Want bij som 1 hebben we al gezien, hè? 100 centimeter is 1 meter. 500 centimeter is 5 meter. Dus onthoud dat. 1 centimeter op het plaatje is 5 centimeter in het echt. Nou, dan begrijp je hopelijk, als dit 6 centimeter is, is het dus 6 keer 5 meter. En ik schrijf het even een ander kleurtje, even het rood. Deze kant is dus 30 meter lang. Ja. Oké. Okay. Deze kant is 2 centimeter, dus die kant ook. Dus als 1 centimeter 5 meter is, is 2 centimeter 10 meter. Dus deze kant is 10 meter lang. Als we nou de oppervlakte van dit stuk gaan uitrekenen, nou dat weet je hopelijk ook nog, oppervlakte is lengte keer breedte, dus 30 keer 10 of 10 keer 30, dat maakt natuurlijk geen verschil. Dat is 300, dus de oppervlakte van dit stuk is 300 vierkante meter. Dan hebben we de bovenkant. Dan gaan we nu naar de onderkant. Deze kant was 6, dit stuk is 2, dus dan kan het niet anders dat dit 4 centimeter is. En dit is 3 centimeter. 4 centimeter, 1 centimeter 5 meter is 4 centimeter, dus 20 meter. En 3 centimeter is dan dus, ja, heel goed, 15 meter. En om de oppervlakte van dit gedeelte uit te rekenen, doen we dus ook weer lengte keer breedte, of breedte keer lengte, dat maakt geen verschil. 15 keer 20, of 20 keer 15. Nou, ik zou dan zeggen 20 keer 15. Doe je eerst 2 keer 15, dat is 30. 20 keer 15, nulletje erachter, is dus ook 300. Dit stuk is dus ook 300 vierkante meter. Tel je het bij elkaar, ik schrijf het eventjes hierboven, dan is dat dus 600 vierkante meter is dus de oppervlakte van het hele bad in het echt. Oké. Okay. Nu vragen ze bij som C, dat geloof ik. Ik klik even niet door, anders is alles weg. Even kijken. Ja, het is inderdaad som C. Daar wordt gevraagd, wat is nu de inhoud van het bad? Hoeveel kubieke meter water is er nu in het bad? Nou, inhoudsformule heb je ook gehad, namelijk lengte keer breedte, keer hoogte of diepte. We weten natuurlijk al dat de lengte keer breedte, dat 600 is. Dat hebben we uitgerekend. Nu moeten we het nog een keer de diepte doen. En die diepte is een half. We krijgen dus 600 keer een half. Hoeveel is dat? Nou, 600 keer 1 zou natuurlijk 600 zijn. 600 keer de helft van 600 is natuurlijk 300. Dus dat is 300. 300 wat? Nou, inhoud. En je weet, de inhoud is altijd kubieke. Dus 300 kubieke meter. Dan schrijf je dus een M met een drietje erachter. En dat is dus het antwoord van de inhoud. Nou, op deze manier reken je de inhoud van het zwembad. De oppervlakte en het inhoud reken je uit. Dan krijgen we, even kijken hoor, som D, ja, daar vragen ze het in liters. Dus ik weet 300 kubieke meter, maar hoeveel liter is dat nou? Nou, we hebben gehad, staat mij nog op bord, ook al kunnen jullie dat op de camera niet zien.
Ja, die kans aan het. Ik kan het wel zien. Maar ik heb jullie geleerd, en nu gewoon onthouden, hè. 1 kubieke meter is 1000 liter. Prent dat gewoon in je hoofd of schrijf het anders op. Ik doe het hier ook. 1 kubieke meter is 1000 liter. Onthoud gewoon dat dat zo is. Daar heb je een heleboel gemak van. Nou ja, dan hopelijk, als we 300 kubieke meter hebben, is dat dus 300 keer 1000. Dus dat antwoord is dus 300.000 liter. Nou, op deze manier pak je dat dus aan. Als ik nu naar deze som ga, daar kan ik een kort beginnetje mee maken. Dan zal ik eerst eventjes de rommel opruimen. Want dat is wel zo overzichtelijk. Eens even kijken. Nou wordt een heleboel. Help. Dat alles voor de camera. Even kijken. Ja. Teken deze is zo. Dan zet ik een beetje groter neer. Misschien helpt dat nog een beetje. Ik denk dat je natuurlijk wel door hebt dat het lastige bij deze is natuurlijk een beetje die punt aan de onderkant. Dus als we nou de oppervlakte van dit zwembad moeten uitrekenen, ik zou dan eerst netjes hier zo een lijn tekenen. En dan ga je eerst de oppervlakte uitrekenen van deze. En als je dat gedaan hebt, dan gaan we naar die punt aan de onderkant. En die tellen we dan later erbij. Nou, als je nou je lineaal pakt en je gaat deze kant meten, dan kom je erachter dat deze kant is 4 centimeter. En je kan het eigenlijk ook een beetje zien, maar als je deze kant opmeet, is dat ook 4 centimeter. Zo. Nou, dat is makkelijk. Nou moeten we kijken, hoeveel is dat dan niet echt? Nou, de schaal is natuurlijk hetzelfde. 1 centimeter 5 meter, dus 4 centimeter is dan dus 20 meter. Dus deze kant, ik zal het even rood opschrijven, is dus 20 meter en deze kant is dus ook 20 meter. En rek je de oppervlakte uit, doe je dus weer lengte keer breedte. 2 keer 2 is 4, 20 keer 20, 2 nullen naar achter, 400 vierkante meter. Zo is de inhoud van dit stuk. Ja? Nou zitten we natuurlijk nog met dat puntje. Nou, dat puntje, dat kun je op meerdere manieren kun je dat uitrekenen. Maar laat ik het zo doen. Ik teken zo er een stuk omheen. En hopelijk zie je nu dat deze blauwe punt is de helft van de rechthoek die ik heb getekend. Dus als ik nou de oppervlakte van die rechthoek uitreken, en ik neem daarna de helft, dan heb ik de oppervlakte van deze punt. Nou, als je met je lineaal meet, dan kun je zien dat dit 2 centimeter is. Dus 10 meter in de recht. En dit is natuurlijk ook weer 4. Dus 20 meter in de recht. Dus de oppervlakte van deze hele rechthoek is 10 keer 20 is 200. Maar het blauwe zwembad is natuurlijk precies de helft. De helft van 200 is 100. Dus dit is 100 kubieke meter. En dan zie je hopelijk bij elkaar is het dan 500 kubieke meter. Nou, dan ga je daarna verder met de inhoud. Dus lengte keer breedte keer diepte. Dit pad is een meter diep. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. En hopelijk is dan deze uitleg voldoende. En in het volgende filmpje doe ik ook nog even iets voor van het werkboek. Oké, succes!